deze video van de serie Windows Tips en Trucs voor Windows 10 wil ik het hebben over een handig meegeleverd programmaatje, de calculator, de rekenmachine. Nou, zul je zeggen, dat is niet zo spannend. Ik kan wel gewoon berekeningen uitvoeren. Maar er zit heel veel opgesloten in die rekenmachine. Er zijn veel meer mogelijkheden dan dat je op het eerste gezicht zult denken. Nou, de rekenmachine zelf is eenvoudig te openen via het startmenu. En je zoekt hier op de rekenmachine of je tikt de eerste letters. Rekenmachine wordt die geopend. En dan zie je hier de standaard rekenmachine. Dat is inderdaad niet spannend. En hier kun je gewoon op het toetsenbord iets intikken als 12 maal 85 bijvoorbeeld, druk op enter en je ziet de uitkomst. Nou, dat is een standaard calculator zoals iedereen die kent. Er zijn mogelijkheden voor geheugen, opslaan in het geheugen, verwijderen uit het geheugen, terugzetten naar nul enzovoort. Er is een geschiedenis, dus je kunt nog zien wat je hebt gedaan. Dat kan niet elke rekenmachine, maar deze wel. Je kunt de rekenmachine boven alle andere applicaties houden. Op de voorgrond heet dat. Dus op het moment dat je deze knop inklikt, wordt de applicatie verplaatst, krijgt hij een iets ander uiterlijk. Maar als je nu een andere applicatie opent, bijvoorbeeld Word, dan blijft deze altijd op de voorgrond. En dan kun je hier eigenlijk snel een berekening uitvoeren. Iets als, laten we weer 12 maal 85 nemen. 1020. Druk bijvoorbeeld op Ctrl-C om te kopiëren. Ga naar Word, druk op Ctrl-V en je krijgt ogenblikkelijk dat resultaat te zien. Dus die rekenmachine die blijft nu op de voorgrond. Kan handig zijn. Als je dat niet wil, dan ga je gewoon terug naar de volledige weergave. Druk je op dat knopje en staat hij weer op de standaard weergave. Nou, laat ik die geschiedenis hier wissen. Zo. Maar nu de extra mogelijkheden van die rekenmachine, want gewoon rekenen, ja, dat kunnen we eigenlijk allemaal wel. Maar hier in het menu zie je dat er allerlei extra weergavemogelijkheden zijn, extra opties van die rekenmachine. Er is een complete wetenschappelijke rekenmachine beschikbaar. Je kunt hem groter maken en kleiner maken, dat kan in alle weergaves. Maar hier kun je ook iets zien als van, oké, ik tik een getal in en ik wil bijvoorbeeld het kwadraat van het getal hebben. Square root van 5 is 25. En zo kun je ook weer de wortel uitrekenen, de absolute waarde, 1 gedeeld door 25, nou, de logaritme, de x tot de macht y enzovoort. Alles wat je met wetenschappelijke calculators ook kunt doen, zit hier ook ingebouwd in de Windows calculator. Dus ga daarvoor naar het menu en kies wetenschappelijk, of in het Engels scientific. En er zijn programmeercalculators, hè, dat is als je houdt van hexadecimale notaties. Dat zullen veel mensen niet doen, maar voor programmeurs is dat handig. Dan kun je kleurcodes berekenen, bitshift uitvoeren enzovoort. Nou, dat zit er ook in. Hoef je daarvoor geen aparte tool te gebruiken. Datums. Je kunt datums berekenen. Kan ook handig zijn. Als je wilt zeggen, nou, vandaag is het 18 februari en ik wil weten hoe lang het nog duurt totdat ik vakantie heb, dan kun je daar een bepaalde datum voor kiezen. Stel, ik krijg op 1 juli vakantie of zoiets dergelijks. Mei, juni, juli. Hier, laten we 2 juli kiezen. Vrijdag 2 juli. Dat betekent dat vanaf nu, dus nog even doorwerken. 4 maanden en 2 weken totdat het vakantie is. Nog 134 dagen. Dus op die manier hoef je weer niet te googlen. Hoef je geen aparte applicatie te downloaden, een datumapplicatie om het verschil te berekenen. Het zit standaard in de rekenmachine. Een laatste item wat ik wil laten zien. Kijk, hier onder omrekenen zitten nog allerlei andere opties. Je kunt bijvoorbeeld valuta's omrekenen. Hier, stel van, ik heb een op Amazon iets gezien en dat kost $49. Nou, hoeveel kost dat in euro's? 40 euro. Dus daar hoef ik niks aan te doen. Kost 40 euro. Komen de verzendkosten nog bij. Maar dat laat ik dan aan jou over. Maar op die manier kun je snel de ene valuta in de andere omrekenen. Ook dat kun je allemaal doen via Google. Kun je allemaal vinden op internet. Maar het is gewoon ingebouwd in Windows. Dus als je deze rekenmachine, de uitgebreide rekenmachine, kent. Ja, is dat een handige manier om snel berekeningen uit te voeren. Waarvoor je anders weer een extra stap moet ondernemen. Nou, behalve valuta kun je ook zeggen, ik wil volumes berekenen, ik wil lengte, oppervlaktes, temperatuur van Fahrenheit naar Celsius en allemaal van dat soort dingen die omreken formules vereisen. Hoef je niet Excel voor te starten.
zit gewoon in Windows. En dat is de rekenmachine. Je gaat altijd terug naar de standaard door hier te kiezen voor het menu en dan de standaard rekenmachine. En dit is zijn traditionele uiterlijk. En nogmaals, je kunt die rekenmachine snel starten door het startmenu te openen en tik de eerste letters van de naam, zoals rekenmachine, of tik het in Engels, calculator, krijg je ook de rekenmachine. Gebruik die rekenmachine, handige tool, meegeleverd met Windows 10.